samen met de Thijs Laarman. En dan die andere man is Jordi Koen. Jordi Koen, dat zijn die eerste vier hier op de baan. Gaat Jordi Koen het volhouden voor het talententeam best? Ja hoor, het is een halve finale. De laatste shake-out van de categorie Boys 14 jaar. We zijn op weg met de Jeroen van Eugden, Juri Kielanus, Wino van Rijswijk, Kevin Sisson, Thijs Schoonsen, Tim van der Hoek, Michael Bouwmeester en Loek van der Rijt. En het ziet er goed uit voor Juri Kielanus hoor. Twente Ros, hij is goed vertrokken. Zit inmiddels alles ingehaald, zit op die tweede plaats. Want dan is Stevie BMX team. Jeroen van Eugden die er eventjes orde op zaken stelt. Hij pakt gelijk de positie over. Hij gaat dus aan de leiding. Amazonje, Wino van Rijswijk op die derde plaats. En dan de vierde plaats. Dat is een mooi gevecht tussen Tim van der Hoek voor de wiels. Is dat Tim van der Hoek? De 244 inderdaad, Tim van der Hoek. En wie zit er weer bij? Kevin Sisson van Ros. Die is ook moeten doen, maar hij zit op die vijfde plaats momenteel. Sisson, kan hij er voorbij komen? Sisson, hoe wordt het op Tim van der Broek? Tim van der Broek of Sisson? Nee, Tim van der Broek gaat inderdaad mee als vierde naar de halve finale. De elite van de twee is van start gegaan met zijn 35 over de baan. Dat betekent dat er eentje over is stuit en de rest van de wedstrijd vanaf de zijkant gaan bekijken. Voorraad is Rensje Roelofs, Vivo Crossers aan de leiding. Gevolgd door Lisa.